Hallo allemaal, welkom terug bij deel 4. Zo, deel 3 hadden we vetten gehaald. Ik moet even met dat apparaat praten hier. En als je dan hier staat, moet je eerst met dit ding ouwenelen. Want ik krijg een upgrade dingetje. En dan klik op deze, klik op mijn karakter, want ik heb reeds sodemieter op het wapen bij me. Daar staat er in de weg. Nou, weet je wat? Ik doe die even in mijn tas. Zo. Oep. En dan doe ik even right-click. Right-click op die. Yes. En right-click op die. Yes. Dan. Dat is het goede. Ja. Oké. Zo. Dan kan het ene wapen niet meer bij te wezen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nou, hier. Oh, de tijd starten. Even wachten. En nu gaan we naar het grote schip. Nu ga ik mijn companions werk leren om mijn companions te laten werken. Ik ga een flashpoint doen. Er gaat nu veel gebeuren. Ik hoop dat het in een half uurtje past. Maar ik kan niet, als ik helemaal in die flashpoint zit, kan ik niet tussentijds stoppen. Want dan ga ik dood. Of ik wacht tot ik naar die flashpoint. Ja, maar het is zo meteen al. Oh nee, eerst die dochter. Ja, en nou heb ik die ring nodig. Waarom zou ik? Hier, de ring. How else would I have his ring? I'm going to rip that ring from your steaming corpse. I'm going to add your ring to the collection. You'll rue the day you took his life. Attack! Was niks, Baris, was niks, niks aan de hand. Je hebt niks gezien. I am beside myself. Not only did you get the Twi'lek to cooperate, but you completed the task and plainly the ancient life. Ja, in je medische. Nee. To take it, he sought to stop you and claim the ancient weapon as his own. He tried and failed. Vemrin was nothing if not consistent. Bravo! I see you may indeed become one of the strongest Sith in the galaxy. Your trials are over. You are now my apprentice. It took you long enough. Mind your tone, my young initiate. Nay. This is only the beginning. With you as my right hand. Yeah. He shall strike fear into the Empire's enemies. Any mate. I must convene with the Emperor and inform him of your progress. This shuttle pass will take you to Drummond Koss. Meet me at the Citadel there. Tell the Emperor I said hello. I'm sure he'll be thrilled. Oh, shall he say? Take the Twi'lek slave as my gift. Do with her as you wish. Nou, de Drummond Kaas. Ze blijven het een rare naam vinden, kaas. In Nederland is dat kaas, hè? Dat is een beetje op brood heet. Vanuit het versje. Ja, weet ik nog geen. Ja, maar ik geef het geen customation, want dat is wat niet beter op. Skills! Ja! Even kijken, waar is dat?
Welke kant is sneller? Deze. Skills, ja! Leveltje 11? 12 zelfs! Wauw! Maar ja, dan moet je niet denken van hoe ik ben 12, want je wordt gewoon gedownscaled, zoals ze het noemen, in level 10. Je bent wel 12, maar de mobs zijn nog even hard voor je als dat je level 10 zou zijn. Dat noemen ze downscalen. The force is a weapon. I will show you how to wield it. En piloting, yes. Daar is open. Die. We doen die. Ah, zit samen op mijn. We doen die. Zo. Hé. Nou, moet ik eigenlijk ook nog verkopen. Even mijn wekker. Andere klopt. Oké. Ik was dat niet vergeten. Wat gingen we doen? Board the shuttle. Oh, dat is makkelijk. Emergency fleet pass. En pik hem niet dicht. Ik geloof niet dat wij in moeten vechten. Nee. En anders moet ik even terug. Maar volgens mij niet. Maar ik word er niet een quest klaar. Oh wel. Kijk. Even naar de bank. Plop. Even wat rotzooi erin kwijt. Is dit een... Ja, oké. Dit zijn cadeautjes voor je companion. Van vette krijg ik moderate influence. En daarmee gooi je de... Oh, zo ook praten. Dat is je mag erg omhoog. En daardoor kan je... als je hoog genoeg bent... Kan je seks met haar hebben, je krijgt ze quests van de, ze luisteren beter naar je, ze healen beter, ze vechten beter. Dat heeft er allemaal mee te maken. Dat was het. En ik had een... Nee, die P. Hey, I. Oh ja, ze wil de sokkel eraf hebben. No, indeed. So, hey, what am I thinking? Maybe you're gonna take this shock collar off? You know, as a sign of thanks for my hard work on Corbin. Not that I don't enjoy the perpetual fear of... Okay. You've earned it, Bet. It is not freedom, though. Not so stupid for not asking sooner. Nou, ik zei het nog tegen je. In deel 2? 3? Don't worry. I'll try not to give you reason to slap that thing. Nou, laat een beetje Neither the collar nor your slavery were my idea. Nee. I hear you. Just another day in the life of the Empire. Yep. Well, I'm not in prison or collared. And it's sort of miserable weather, so I guess we should... What happens now? You and me, working together, taking down the galaxy. What do you think? What? Well... Of course. Me and my buddy, the Sith. Nobody's gonna pick on me at school. Sorry.
Let's just get going, yeah? Yeah. Dat was het? Yep, dat was het. Oh, we krijgen nog 400 punten erbij. Lekker. En ik zal je meteen dat dingetje geven. Ik zal het even kopen, mijn stomme kop. En denk nou niet, ik propte meteen helemaal vol met die dingen. Dat ze level 50 is met dat. Niet qua level te vechten, maar haar andere level. Want je gaat niet eerder met te praten, want het is afhankelijk van de questen die je doet. Zolang je de main quest doet, kom je er. Ah, daar kunnen we verkopen. Hallo. Oh, oké. Ja, dat ben ik niet. Hallo. Dank u. Kijk. Al die benden weg. Daarom ik wacht altijd dat mijn thuis bijna vol is, want als dan verkoop je anders en zie je ineens hoeveel geld je hebt. Je moet rekenen, dit gaat nog niet zo hard omdat je op het begin level bent, maar... Oh nee, dat is een vette, wacht even. Jij gaat hier... Heb ik niet gekopen? Nee. Zo, dus mijn tas weer aardig leeg. Voor vetten, zei ik. Hè? Compagnone. Oh, die staat pakken. Tap, tap, tap. Vroeger. Tam, tam. Oh, het maakt eigenlijk weinig uit. Oké, dit is. Vette spaarpens. Slicing. Oké, dus we moeten slicing keer hebben. Ja, oké. Kan ik dat verkopen? Ja, yep, oké. Okay. Bang. En we hebben al 6000 credits. Woehoe. Maar... Je hebt in dit spel... een kluis voor je account. Nee, je skill. Account. En daar kan ik altijd wel wat geld uithalen. Withdraw. Ja. 1 miljoen moet genoeg wezen. Zo. Nu heb ik dat gedaan. Maar dat is een regel die ik mij heb opgelegd. Wanneer hij genoeg geld heeft, moet hij 2 miljoen terugbetalen. Dat is zijn rente. En dat gebeurt ook. Maar nu heb ik 1 miljoen. Dan kan ik een beetje dingen doen. En vooral als je moet repareren. Dan wordt het nogal duur. En hoe hoger je komt, hoe duurder het wordt. En ik vergeet helemaal mijn quest op te halen. Ah, nee, hier is het niet. Au, suffert. Nee, hier is het ook niet. Ah. Oh. Daar is het. Oink. Crafting trainers. Accept. Goodbye. PvP doe ik niet, want daar heb ik een gloeiende hekel aan. Nee, we moeten de andere kant op. Ja. Hey, waarom geeft hij mijn quiz niet? Oh, dat geeft hij wel aan. Want daar moet ik op alle leraren klikken. Dan krijg je XP voor.
En uiteindelijk moet je praten met iemand, waar je... Waar je weer, als je een job hebt gekozen en een quest klaar, dan krijg je er ook nog eens een keer XP over. Dus het is nu... Tonk. Tonk. Jij niet. Jij wel. Kijk, let's level up. Zo, volgende. Miauw. En de volgende. En die wil ik sowieso leren. En even praten. Quest accepteren. Klaar. Zo. En dan gaan we naar de volgende. En ik wil alleen even kijken wat voor boek ik neem met slicen. En nou, jij bent Cruise Kill Vendor. Jij. En jij. Mooi, daar zijn we klaar daarmee. Cruise skills had ik toch genoteerd. Bronze framework. Oh, dat is voor de engineering. Dat is voor volhoud. Een hele oude upload schema. Ability scores van Neverwinter. En nogmaals, die zijn van de recent. Oh, ik heb de verkeerde gekozen. Moet scavenging hebben. En... B. Underworld training heb ik al geleerd. Maar slicing is verkeerd. Moet scavenging hebben. Hier is geen underworld training. Nou, archeologie. Oh, scavenging, jij bent er weer. Hallo meneer. Dank u. Investigation, diplomacy, treasure hunter, underworld. Yes, thank you. Oh, wacht, die had ik al geleerd, geloof ik, hè? Ja, en dan moet ik hebben Cybertech. En die is hier. Dan kan ik wel onder andere upgrade parts voor mijn ruimteschip maken. Cybertech. Armstech, Cybertech. Altijd de laatste. Altijd. Zou je dan hier kunnen zeggen van... Hoppakee. Oh, het staat er al. Gaan we werken. En jij ook. Ga maar werken. Je kan nu niet meer dan 3 companions sturen. En hoe hoger je level, uiteindelijk kan je de... Wat was het ook weer? 9? 12. 1 van de 2. Wij moeten nou daarheen. Hoe lang nog? 11 minuten. Ja, nee, ik doe die. Ah, dit wordt anders een lange video. Wat zal ik doen? Want die flashpoint duurt dan gauw een half uur, 3 kwartier.
ga wel gewoon naar Drummondcast. Ik maak wel een apart filmpje van die Flashpoint. Als je bezig bent met die Flashpoint, dan duurt het, lijkt het niet zo lang te duren, maar het is al gauw 30 tot 40 minuten dat die duurt. Als je wat geluid hoort op de achtergrond, het is aan de schoolkinderen die pauzen denk. Wat is het? 1:30? Oh, dan zijn ze bijna klaar met passeren. Ja, ik hoor je, mij valt het al bijna niet meer op. Het is dat ik net iemand hoor fluiten. Dan denk ik, oh wacht even, dat zijn die kinderen op school. De Dashaat. Zo heet die. De Dashaat. Eigenlijk wil ik hem er wel achter plakken, maar dan wordt de video weer te lang. Could have gone worse. Yes, thank you. All better. One of my final efforts. Thank you. Nee, zo moet je, maar ik wacht altijd met daarmee tot ik hoog. Ik hoorde een piepie. En normaal loop ik daar naar hem toe en hij is van de Black Talon Flashpoint. Maar ja, dat sla ik nu even over, want het duurt echt verder. Die video wordt echt lang. Dan wordt die ruim 1 uur en 20 minuten. En dat wil ik niet. Ten eerste, het uploaden duurt een eeuwigheid. En ten tweede, ik denk niet dat mensen zo lang achter een clip willen kijken. Want ik ken mezelf, als ik zie dat een clip 2 uur duurt, kijk ik er al niet eens naar. Ik hou er ook van om steeds segmenten te zien van 30 minuten. Dat is te doen. Want je kan niet die 30 minuten. Dan kan je wel genoeg hebben ervan. En dan kan je altijd stoppen en de volgende keer doorgaan. We gaan naar Drum met Kaas. Je mag me scannen hoor. Ja hoor, mag je. Doe maar. Ik heb niks te verbergen. Nou, met die apparaat praten en we pakken altijd deze. Ik weet niet waarom, maar ik loop altijd naar deze. Altijd! En ik ga zeker niet. Want ik begin honger te krijgen en dan zometeen. Wil ik eten en dan kan ik niet. Ik wil niet eten en filmen tegelijk. Meestal ga ik dan even YouTube kijken en dan eten. En dan is het gewoon met eten. Hij zei me om te meet his new apprentice. En ik made sure I was here on time. I certainly didn't get interviewed. So, I'm met. Now what? I'm just a slave who owes his every breath to the tolerance of Lord Arras. He said to introduce you to Roman Cuts, and I take that seriously. Get on with it. I don't have all day. Right away. You don't have to tell me twice. Lord Barris ordered me to encourage you to explore Cast City before reporting to him. Imperials maintain the order, but they won't bother you. When you're ready, Lord Barris will meet you in his personal chambers. You will tell Lord Barris I was good? Yeah? That I served well? Just get out of my sight. Have I done something to offend? How may I make amends, Lord? Sorry, Ted. Your very existence offends me. No! Wow. Didn't take you long to start the drama cost death toll. Sorry. Oh, nee. Je kon het niet twee keer disapproved verder hebben. Maar nee, ik maak hem ook niet dood. Nou, nee, want ik krijg het niet. Gaat die. Ja.
Yeah, weasel indeed. I hope others in Barris's operation have a little backbone. Ik heb die chocolade bij je weggehaald. Hoe kan die nou nog om je nek zitten? Waar kan je die chocolade nou nog om hebben? Smijtetje met spek maken. Safari Park in Amsterdam is een hond onder een tram gekomen. Oeh, wauw. Dat is niet mooi. Ja, dit is ook een rare kwestie. Nou, dan moet je naar de trap in Drummond Cars rijden. En dan heb je quest klaar. Jij zegt dat vet, jij zegt dat. De mouse. Ik ga op deze, denk ik. Ik vind deze net alsof die sneller gaat. Het is niet zo, maar het lijkt zo. Zo. Dat is een Flightmaster, die al je nooit. Maar ik wil graag hier rijden. Ik vind dat leuk. Wee. Want ik zit namelijk op de map te kijken of ik dingen zie die ik kan scavengen. En als je op de Flightmaster zit, kan je niet stoppen om het op te halen. Hey, doef doef! Doei doei! Ja, woehoe! See ya! Kiss my boots! If I wear some. Oeh, de hele betoog zegt mijn. Ja, cool. Maar ze halen me toen niet in. Hey, ik heb niks gevonden aan ingrediëntos. Nee. Geen ingrediënten. Haakse bocht en jing! Oh, ik zie wat. Dat sterretje betekent dat ik iets kan oppakken. Aluminium. Oh, het is hier. Nou, we zitten niet in Europese gebied. Vet, kan je dat even scannen voor me? Dankjewel. Die gaan wij weer op de mond. Even kijken of we de goede kant op gaan. Jazeker. De hippo-hupper. Zal weer gedemount worden? Ja, dat dacht ik wel.
Jij hebt een doodswens. Niet denken dat je me niet gezien hebt. Hetzelfde is als jij. Ik vind jou ook goed gezien. En ik vind jou ook niet gezien. En ik ben jullie ook niet vergeten. Nou, parkeer deze. Oh. En ik ben jou ook niet vergeten. Dat die map onzichtbaar ben je niet zo zichtbaar blijft. Ja, fuck it. Stel dat je irritante klote slapen. Oh, dat wil. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie in mijn volgende video. Doei doei!